Hi, super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag een leuke video voor jullie. Ja. Ik heb al een keer eerder een stash flash laten zien van onder andere de merken Essence en Catrice. Maar omdat MAC ook een van mijn favoriete merken is en ik er ook best wel wat van heb, wil ik ook graag dit merk aan jullie laten zien en van wat ik in mijn collectie heb zitten. En het leek me daarom ook heel erg leuk om mijn MAC stash te laten zien. En laten we maar gewoon gelijk beginnen. Ik begin eerst even met de oogschaduws, want daar heb ik maar 4 van. Het valt echt super mee. Ik heb ze in mijn zieplatten gedaan. En dan moet ik heel erg goed gaan nadenken. Dit is een MAC schaduw. En hij heet... Verdorie, zeg ik ineens de naam op. Oké, dat is dus een MAC schaduw. Dus een hele mooie transitiekleur. Je kan er heel erg mooi mee blenden. Heb ik ook nog... Deze heet ik wel. Dit is Goldmine. Oh jeetje. Dit is dus Goldmine. Goldmine is lekker goud. I love it. En heb ik hieronder heb ik nog... Hier moet ik even... Nee, staat ook geen naam. Sorry mensen, ik weet echt niet hoe deze heet. En dan heb ik nog die blauwe. Dat is Aqua. Aqua. En ik heb ze gewoon allemaal met zierpletten gedaan. Vond het super handig. Want op deze manier heb ik ze toch al dicht bij elkaar zitten. Dan heb ik ook nog een mono eyeshadow van MAC. En dit is Copper Ring. En ik moet deze eigenlijk in mijn zierpletten kunnen krijgen. Zo mooi. Oh, ik vind het zo'n mooie kleur om mee te blenden. Ik moet hem echt in mijn zierpletten gaan krijgen, mensen. Oké. Okay. Dat was dus de oogschaduws van MAC. Heb ik ook nog een basis. Dit is de paintpot. Dit is de Pro Longwear paintpot in de kleur Soft Oak Grey. En ik heb deze al best wel lang. En je kan ook wel zien dat ik hem ook best wel vaak gebruik. Het is echt een van mijn favoriete oogschaduwbasis. En op deze manier blijft mijn make-up ook echt letterlijk heel dag mooi zitten op mijn ogen. Dan heb ik ook nog 3 poeders. Maar daarvan denk ik dat er 2 op zijn. Oh nee, deze is bijna op. Dit is de Studio Care Blend Pressed Powder in de kleur Medium Plus. En hij zit hier nog een beetje in. Oh mijn god, dat wist ik helemaal niet. Het is echt een hele fijne poeder. Als je nog een fijne poeder zoekt, kijk dan zeker even bij MAC naar deze poeder. Hij is echt geweldig. En dan heb ik er nog eentje van. Ik koop altijd deze poeder. En dit is Dark. Oh, dit is de Blood Powder in de kleur Dark. Waarom heb ik 2 andere dingen? Geen idee. Maar ze zijn allebei heel erg fijn in gebruik. Heb ik ook nog een Mineralize Mexican Skin Finish Natural Powder. En ik vind deze niet zo heel erg fijn. Want ik heb een vette huid. En juist door een Mineralize Powder gaat mijn hoofd nog verder glimmen. Mijn favoriete highlighter van dit moment. En eigenlijk altijd wel. Is de Soft & Gentle van MAC. Hij is echt zo mooi. Ik heb de EG'ene met zijn nieuwe verpakking. De andere verpakking scheen mooier te zijn. Maar oh, dit is zo'n mooie highlighter. Check die glans. Ik heb ook nog een Prime & Fine primer voor je lippen van MAC. Uiteraard. Dat is deze. Het is eigenlijk de baas. Als jij een hele matte lippenstift op wil doen, kan je deze onderaan brengen. Zodat het mooier blijft zitten en niet zo mat wordt. Gebruik hem niet zo vaak. Ik heb hem wel heel erg vaak gebruikt, maar nou eigenlijk niet zo heel vaak meer. Heb ik ook nog mijn... Wow, mijn favoriete woord is echt nou, ik heb ik ook nog. Dan heb ik hier, klinkt beter. Dan heb ik hier de Prep & Fine Fixing Spray. En deze gebruik ik eerst gewoon om, ja, dit te doen zo. Maar daar vind ik het dus helemaal niet fijn voor werken. Want ik heb daar van de Urban Decay... Wat hier ding spray ding voor. Dit product gebruik ik eigenlijk om mijn oogschaduws wat intenser te maken. Ik spuit een beetje op mijn kwast en dat gaat daarna in mijn oogschaduws. En dan heb ik echt zo'n mooie intense kleur. Qua categorie blushes heb ik er 4. En dat zijn ook echt allemaal best wel donkere tinten. Behalve 1 of 2. Ik heb hier Sweet as Coco. Dat is echt serieus een van mijn favorieten. Ik gebruik hem tegenwoordig eigenlijk altijd. Ik heb hem nou ook opgedaan. Kijk, hij lijkt daar misschien een doosje wat heel erg donker. Maar ik kan hem heel erg mee opbouwen. Zodat het best wel natuurlijk overkomt. Mijn allereerste blush was Peachy King. Dit is een shimmer tone. Shimmer blush ding. En deze heb ik echt super vaak gebruikt. En nog steeds vind ik hem echt heel erg mooi. Ik moet hem echt erbij gaan pakken. Hij gaat echt nou in mijn dagelijkse stagiair. Dan heb ik hier Amberine Rose. Die heb ik ook echt super vaak gedragen. Dat is een hele mooie peachy. Ja, een hele aparte kleur. Maar hij is echt heel erg mooi. En laatst van de blushes is Dainty. Dit is mijn Mineralize Blush. Zoals ik net al aangaf, wordt mijn huid best wel wit van Mineralize's de producten. Maar deze is juist heel erg mooi. Hij is heel erg licht. Heel erg licht, tenminste. Hij past gewoon heel erg goed bij mijn haarkleur. En zorgt er echt voor dat ik gewoon een hele mooie gezonde gloed krijg. En dan heb ik hier al mijn MAC lipstiften. Ik heb er heel veel.
Ik heb 23 MAC lipstiften en dat is heel erg veel geld. Ik weet het. Ik draag al deze kleuren ook gewoon erg. Dit zijn ze dan. Ik heb ze even in mijn bakje gehouden hoor. Yes! Oh, mijn mooie kleurtjes. Oh, ik ben zo verliefd op mijn MAC's. Nou, eigenlijk moet ik er nog eentje hebben, want anders rijd je gewoon compleet. Deze lippenstift laat ik één voor één even snel zien. Ben je nou even benieuwd hoe ze staan bij mij of wat voor kleur dit nou precies is? Ik heb hier ook een video over gemaakt. Ik verwijs dan graag even door. Die kan je hieronder even op klikken of hier rechtsbovenin. Ik weet niet hoe ik dat ga doen. Maar hij is in ieder geval in mijn beschrijving beschikbaar. Dus als je daarop klikt, dan kom je gelijk bij al mijn MAC lippenstiften uit. In ieder geval, dit is de eerste die ik hier heb staan. Dit is Flat Out Fabulous. Een kleur die ik nooit draag, omdat die paars is en paars staat mij niet. Dit is Lady Danger. Dit is een matte lippenstift. Echt heel erg top. Lekker fel, lekker oranje. Just the way I like it. Dan heb ik hier Crosswires. Die heb ik echt super vaak gedragen. Dat is echt mijn zomerkleurtje een beetje. Dan heb ik hier al Vegas Volt. Vegas Volt draag ik ook regelmatig. Dat is ook super mooi zomertint. Een koraaltint. Dan heb ik hier zo Shine. Dat is mijn allereerste lippenstift. Is nog steeds echt een prachtige kleur waar ik nog steeds heel erg dol op ben. Dan heb ik hier Morange. Morange was gekomen omdat hij oranje was. Maar tegenwoordig gebruikt mijn moeder meer, zoals je kan zien. Dan heb ik hier Impassionated. Impassionated is echt een van mijn favoriete kleuren. Hij is zo fel, hij is zo roze en hij is zo wauw. Heb ik hier dus een Cream Sheen lipstick in Sunny Soul. Die heb ik echt het minste gedragen eigenlijk. Terwijl die is super mooi voor in de zomer. Dus als een echt zonnetje een keertje gaat doorbreken en echt dagenlang gaat schijnen, dan ga ik hem er zeker bij pakken. Heb ik hier Speak Louder. Speak Louder is ook een hele mooie lipstick die ik ook heel erg vaak erbij pak. Ja. En dan heb ik hier ook nog Relentlessly Red. Die vind ik, ik vind de kleur super vet, maar hij brengt ze ook vervelend aan. Vandaar dat deze prep en prime heel erg fijn is daarvoor. En dan heb ik hier Chatterbox. Chatterbox, ook een heel tof roze kleurtje, ook echt perfect voor de zomer. Velvet Teddy, een van mijn eerste nude lipsticks van de MAC. En hij lijkt hier echt heel grauw. Hij is echt heel erg mooi. En dan heb ik hier Mocha. Mocha is echt een hele mooie bruinige tint die ik echt heel erg vaak draag. En dan heb ik hier ook Please Me. Ook een van mijn eerste roze tinten die ik nou niet zo heel vaak draag. Omdat ik hem niet echt heel erg mooi vind meer. Heb ik hier Faux. Ja hoor, ik heb hem goed leren uitspreken. Faux lijkt ook wel zo grijzig, zo grauw. Maar het is ook echt een hele mooie tint. Heb ik hier Brave. Brave is echt een van mijn favoriete nieuwe kleurtjes. Heb ik hier Twig. Twig is ook precies hetzelfde in de categorie van Faux, Brave en zo. Van een hele mooie kleur. Dan heb ik hier Diva. Do I Need to Say More? Heb ik hier Chili. Oh, ik moet deze weer gaan dragen. Is zo mooi. En dit is Retro. Retro is ook zo'n kleur die ik er heel erg vaak bij pak eigenlijk. Gewoon omdat het zo mooi is. Dan heb ik hier Dominate. Dominate is een Amplified Finish. Dat is verschrikkelijk met het aanbrengen en zo. Maar als hij eenmaal mooi op zit, is hij zo mooi. En dan heb ik hier ook nog de Viva Glam 1. Zo ook een matte. Ook weer erg mooi. Moet ik echt weer gaan dragen. En als laatste heb ik een Limited Edition. Dus Viva Glam Rihanna. En ook dit is echt een super super mooi lipstick. Waar ik altijd nog steeds heel erg blij mee ben. Oké, dit was mijn MAC Stash Flash tot nu toe. De laatste keer dat ik iets van MAC heb gekocht is alweer vorig jaar. Ik heb hoog nodig iets nieuws nodig. En bovendien wil ik ook nog een nieuwe highlighter hebben. Want ik moet afwisseling hebben in mijn stash. En ik leg alleen maar die van MAC. Zoals een gentle. In ieder geval, dit was mijn video alweer. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe het dan zeker even. Ik upload op vrijdag en op dinsdag om 4 uur. En op zondag komt er heel erg vaak een extra video online. En meestal is het een weekendvlog. En die komen altijd om 9 uur online. En dan wil ik jullie nog een hele fijne dag toe wensen. En tot de volgende keer.